Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar Talkshow Hashtag 82 alweer. Dus knal het intro muziek erin, oftewel gewoon de intro en let's go. Yes mensen, wellicht heb je het al aan de titel gezien. We gaan vandaag inderdaad weer iets wat oud en bekend is terugbrengen op mijn kanaal, want dat heb ik al wel vaker op mijn kanaal gedaan. Online Soccer Manager, oftewel de afkorting ervan die veel bekender is, OSM. Dat gaan wij vandaag doen. Ik ga jullie ook vandaag laten zien bij welke vier clubs ik ben aangesloten, hoe lang ik er al zit, en of het goed gaat of niet. En ik neem ook weer een video op met een lekker kapsel. Gisteren is de kapper natuurlijk geweest. Ja, voor jullie is zaterdag en de kapper is woensdag geweest. Voor mij is het nou donderdag 19 december op het moment dat ik het opneem. Dus ja, helemaal top. En inderdaad, het is tijd voor OSM. Heb ik net al verteld. Verder heb ik niks meer te melden. Dus laten we maar beginnen met OSM. Dus let's go. En yes mensen, we zijn dus bij het OSM gedeelte aangekomen. En we gaan natuurlijk als eerst naar Everton. En bij Everton zie je al 25 wedstrijden van de 43 gespeeld. Dus bij Everton zit ik al een tijdje. Want bij Everton zit ik vanaf het begin. En wij spelen nu tegen Wolverhampton Wanderers. Ik skip hem altijd. Misschien niet leuk voor de video, maar ik skip hem dus altijd. En we hebben nu dus gewonnen met 1-0. Al die reclames tussendoor, dat heb je wel eens in het leven. En we kunnen ook serieus met Everton vooruitkijken naar de titel. Want we staan gewoon maar liefst 6 punten achter op City. Dus ja, het is mogelijk met de wedstrijden die we nog te gaan moeten. Het is een beetje de ranglijst. City, Everton, Chelsea, Leicester, Arsenal, West Ham, Bournemouth, Liverpool op 8. Southampton, Manchester United op 10, Burnley op 11, Crystal Palace op 12, 13 Newcastle, 14 Watford, 15 Brighton & Hove Albion, 16 Tottenham Hotspur, 17 Wolverhampton Wanderers, 18 Aston Villa, 19 Norwich City en Sheffield United op de laatste plek. Norwich is een plekje geklommen. Maar dan gaan wij dus door naar Frankrijk, waar ik vanaf het begin bij zit. En dat is eigenlijk om precies te zijn vanaf gisteren. En dat is dus tegen Polen. Die winnen wij met 4-0. Dat is best wel lekker, kan ik jou vertellen. En dan gaan wij door. De volgende keer tegen Spanje staan wij tweede. Ik weet niet hoe ook Italië een doelsaldo is. 4, oké. En dan heeft Spanje verloren. Nee, gelijk gespeeld. Nederland heeft wel helaas verloren, waarschijnlijk van het Duitsland. En dan gaan wij dus door, want dat was die stand. En ja, kunnen we wel even kijken hoe het tegenover staat. Italië, Frankrijk, Germany, Engeland, België, Kroatië, Spanje, Zwitserland, Portugal, Nederland, Poland en IJsland. Van, ja, die reclames jongen, kunnen niks doen. Van de 12 die er dus in zitten, dan gaan wij door naar Jong Ajax, waar ik sinds gisteren bij zit. Maar je ziet al 4 wedstrijden gespeeld, maar ik heb alleen de speelronde 3 en nu speelronde 4 meegemaakt. Speelronde 1 en 2 heb ik niet meegemaakt. Wij moeten tegen Telstar. We winnen met 3-0 van Telstar. Wat Ajax gisteren dus met 4-3 heeft gedaan, maar het niet helemaal goed ging. Ja, dat kan gebeuren. We staan zesde, doelstelling is 16. Doelstelling is 16e. We staan 6e, dus we staan er goed voor. We gaan even de ranglijst erbij pakken. Dat kan gewoon. Met op nummer 1 NAC Breda. Op nummer 2 Go Ahead Eagles. Op nummer 3 FC Den Bosch. Op nummer 4 Jong PSV. Op nummer 5 SC Cambuur. Op nummer 6 Jong Ajax. Wij dus op nummer 7 NEC. Die stonden voor deze speelronde nog boven ons. Kut reclames. Met nummer 8 Jong FC Utrecht. Nummer 9 De Graafschap. Nummer 10 Almere City. Nummer 11 Excelsior Rotterdam. Nummer 12 FC Volendam. Nummer 13 Jong Ajax. Nummer 14 Telstar. Nummer 15 Eindhoven. Nummer 16 Roda JC, nummer 17 Top Os, nummer 18 FC Dordrecht, nummer 19 MVV, nummer 20 Helmond Sport met allebei 1 punt. En dat was de ranglijst. Dan gaan wij door naar mensen, de laatste van deze video. En dat is namelijk Ajax Champions Cup. We hebben gisteren de eerste wedstrijd tegen Lille in de Champions Cup met Ajax gelijk gespeeld. Van Valencia
uit. Winnen wij met 2-0, waardoor wij op 4 punten komen. Het ligt eraan wat Chelsea gedaan heeft tegen Lille. Of wij nou bovenaan willen staan of niet. Nee, Chelsea heeft voor de tweede keer gewonnen. Dus ze staan nu ook bovenaan. En wij staan tweede. Want de ranglijst is als volgt. Chelsea, Ajax, Lille, Valencia en bij groep A. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Club Brugge in groep B. Tottenham Hotspur, FC Bayern München, Red Star Belgrado en Olympiacos. Nummer groep C. Manchester City, Shakhtar Donetsk, Atalanta, Dynamo Zagreb. Groep D, Juventus bij Leverkusen, Atletico Madrid, Lokomotiv bij Leverkusen is bijzonder. Groep E, Liverpool, Napoli, Red Bull, Salzburg. Waarmee ik een keertje de laatste 16 heb gehaald. Van Ajax heb ik een keer de halve finale. Nee, met Ajax heb ik zelfs een keer de finale gehaald. Nee, in deze Champions Cup met gewoon het normale team. En nummer 4 inderdaad, KS Genk in groep F. Nummer 5. Nummer 1 FC Barcelona, nummer 2 Borussia Dortmund, nummer 3 Inter Milan, nummer 4 Slavia Praag. Borussia Dortmund op 2 is bijzonder. En in groep G, de laatste groep, RB Leipzig op 1. Zenit Sint-Petersburg op 2, Lyon op 3. Benfica op 4, ik had Lyon wel op 2 verwacht. Maar Zenit zat er, Tim, lekker man voor jou. Tim is namelijk voor Rusland en Zenit en zo. Maar dan gaan we nu door naar het outro stukje, want dit was OSM. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Yes, mensen, dat was alweer deze OSM-video. Ik hoop dat jullie daarvan genoten hebben. Doe nou even een blauwe mogelijk like, abonneer en belletje aan als je geabonneerd bent. Want zoals jullie weten wil ik voor het einde van 2019 en ja, dus voor het einde van 2019 aan het einde van 2019. Je snapt wat ik bedoel. En voor 2020 dus de 100 abonnees hebben aangetikt. We zitten nou momenteel nog steeds op 57 abonnees. En ja, ik hoop gewoon dat dat voor het einde van 2019 en ja, dus voor 2020 dat gelukt is. We gaan ervoor en voor de rest heb ik niet veel te melden. Ik hoop gewoon dat jullie deze OSM video tof vinden. Laat even in de comments weten of ik dit vaker moet doen, want dit is wel iets wat vaak bekeken werd op mijn kanaal vroeger. En ja, dit is inderdaad wel iets wat vaak bekeken werd. De trouwe kijkers van mij weten dat ik dit heel vaak heb geüpload. En ja, ik vind het ook leuk om te maken. En laat daarom wat jullie ook even in de comments laten weten wat jullie hiervan vinden. Of jullie vinden dat ik hier mee door moet gaan. Of in ieder geval één keer in de week of eens in de zoveel tijd zo'n video te uploaden. Zodat jullie kunnen zien hoe het gaat. Met OSM, je merkt wel dat Nederlands vandaag weer heel erg moeilijk gaat. Maar dan heb je wel eens in het leven en heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. En daarvoor komen we natuurlijk naar voren. Maar voordat ik het ding ga zeggen, heeft Ajax natuurlijk een moeizame overwinning geboekt op Telstar. Maar ik zie mijn Ajax-shirtje in één keer 4-1 voor en toch 4-3 winnen. Dan gaat het toch iets schuwelijk mis bijna. Maar ja, het is nog altijd beter dan PSV. Ja. Maar ja, dat wil ik nog even melden en eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Mensen, kijk maar naar de outro en houdoe.